je altijd in Arnhem gewoond? Nee, sinds 13 jaar woon ik in Arnhem. Bij welk gebied woon je? In Meinerswijk. En dat gebiedje, je gaat daar wel eens hardlopen? Ja, ik ga er al 12 jaar lang ga ik hier hardlopen. Het is het uiterwaardengebied aan de rand van Arnhem, vlakbij het centrum en vlakbij de Mandelabrug. Nu zeg je, je woont hier een half jaar. Heb je speciaal het huisje uitgekozen om een keer dicht bij dit gebied te wonen? Nee, was geen bewuste keuze. Ik kon het huisje krijgen via Vivaren. En het heeft, ik heb ervoor gekozen omdat er ook hele grote tuinen bij zitten. En je inderdaad op de rand van de natuur zit. En ik vind het gewoon heel lekker om zo naar buiten de natuur in te kunnen stappen. En het geeft gewoon heel veel gevoel van vrijheid. En je zit toch nog geen 5 minuten fietsen van de stad af. Want het ligt dicht bij het water, maar de huisjes zijn ook wel speciaal, toch? Met betrekking tot het water. Waar ik zelf woon is een herenpand met daarin 10 appartementjes. En wij hebben inderdaad een hele grote kelder liggen die in de winter echt wel vol kan lopen wanneer het water hoog komt te staan. Heb jij zelf als Brits gelopen? Ja, 5 keer. Welke afstand? De langste afstand. Dus de 10 Engelse mijlen is 16,1 kilometer. Wat was een speciale editie? Wat is de mooiste herinnering hieraan? 2008, want toen heb ik hem gewonnen. Ik was de eerste dame op de 10 Engelse mijlen. Dus we hebben hier een snelle dame? Ja. Wie doet je ook weer mee? Ja. De langste afstand? De langste afstand, ja. Hoe vaak train je in de week? Ik probeer 3 keer per week te lopen. En in de winter is het wat minder, maar in de zomer red ik dat zeker wel. Loop je bij een vereniging? Nee, altijd zelf. Wel eens met vriendinnen, maar op zich verder helemaal alleen. Ik vind het wel fijn, want je kunt helemaal je eigen tijd indelen en gaan wanneer je wil. En qua schema's, hoe pak je dat soort dingen aan? Eigenlijk niet zo heel verstandig, want ik ga gewoon lopen en ik plan van tevoren hoe lang ik wil lopen. Ik heb altijd muziek bij me en wat ik van tevoren met mezelf afspreek, dat loop ik en ik volg niet echt een schema. En ik kan mezelf ook niet motiveren tot de intervaltraining. Frostbrug is wat steiler bij op- en afgaan, beide. En de Mandelabrug is wat glooiender, wat langer. Dus in het begin lijkt het een beetje vals plat, terwijl het je wel echt omhoog loopt. En bij de Zonfrostbrug heb je gelijk het gevoel van ik moet nu echt, ik moet echt omhoog. Dat voel je echt in je benen. Samen bij de finish. Je hebt net mogen finishen. Ja. Laatste stuk van het parcours. Kun je daar wat over vertellen? Het laatste stuk van het parcours loopt heel erg lekker. Omdat je net uit de stad komt waar allemaal klinkertjes liggen. En de laatste paar honderd meter zijn dan nog asfalt waar je lekker nog even een sprintje op kunt trekken. Jij kent hier omgeving Arnhem, je kent Arnhem zelf. Maar waarom zouden nou mensen van buiten Arnhem hier die Brits de Brits moeten komen lopen? Omdat de Brits lopen een hele mooie combinatie is van hele grote stukken door de uiterwaarden en door de natuur lopen. Terwijl dat je toch start en finisht midden in de stad, waar je dus ook wel gezelligheid en een feestje hebt. En het is denk ik die combinatie die deze loop wel uniek maakt.